Hoi, het is weer tijd voor een kappersoffie. Oh, oh, lekker. Ik dacht al, ik wil altijd lachen als ik deze geur op heb, dan gaat Willem altijd, oh, Momentie. Ja, ik vind die zo je lekker. Je moet nog steeds een sprayflacon doen, hè? Dat is echt al jaren of zo. Ja. Goed. Jongens, het waait. We zijn in Sneek op weg naar Diana voor een nieuwe kappersvlog. Het is nog maar zo kort geleden. Ik ben nog nooit zo kort op elkaar naar de kapper geweest. Het is 6 weken geleden, denk ik. Ja, 5, 6 weken. Want ons haar is gewoon heel licht geworden. Dat had Diana ook al verteld dat zou gebeuren. Dus we gaan, ik ga bruin. Dus ik ben benieuwd. Dat is heel lang geleden. Ik moet even kijken wat ik ga doen. We hadden net iets heel grappigs. We wilden net een kaartje kopen. Het is hier 2 euro per dag parkeren. Op de Veemarktplein. En opeens werd ik geroepen door een man. Hij is zo, dames! Wij zo, dat van ons oude, een beetje raar, weet je wel. Maar we kregen een parkeerkaartje voor een hele dag. Echt super lief. Super lief. En we waren al, ja, ik dacht, ik had, we hadden geen contant geld. Ik kan alleen met contant geld. En ik was al blij dat ik 2 euro had gevonden, weet je wel. Ergens opgestort onderuit de tas. Ja, echt zo onderuit een mat, weet je wel. Dus, maar goed, we hebben weer geluk vandaag. Ja! En we gaan nu snel naar Diana, want we hebben haast. Het is niet. Kijk, Marije is hier van de Meet & Shop. Namens alle meiden heeft ze echt een superleuk cadeautje. En ze vertelde net het volgende. Nou, Tineke en ik, ook van de Meet & Shop, die dachten dus echt dat het een meisje zou worden. Ik heb al een paar weken in huis, maar ik had hem elke keer op te sturen. En hij is best wel groot, dus dat was lastig. Het was lastig geworden met vandaar het roze papier. Kijk eens aan. Jullie durven wel. Ik heb een kaartje bij. Die zit ik echt. We hebben ook bijna meisjeskleding gekocht, dus maar goed dat we dat niet gedaan hebben. Oh, zo inderdaad. Dat hebben we maar niet gedaan. En mag ik het uitpakken? Je mag het uitpakken, oh, ja zeker. Dankjewel. Nou, super lief namens alle dames, hè. Echt super schattig. Ik had natuurlijk al lang wat appjes gehad, dus ik wist het al. Ja, jij wist het al. Ik wist het al, ja. Ja, meiden bedankt. Ja, want alleen Marije staat hier natuurlijk. Maar ja, iedereen. Maar ze wisten het allemaal. Super lief. Jongens. Ik ben benieuwd. Nou, twee dingen zijn het maar hoor. Nou, pak uit. Nummer 1. Dit had ik nog niet. Oh, leuk. Baby moment kaart. Kan je je kindje mee op de foto zetten? Nou, gelukkig had je die nog niet. Het zijn van die hele populaire kaarten natuurlijk. Ja. En dat was Tineke idee. En deze heb ik uitgezocht. Ah, lief. Grote, joh. Wat heb ik dit aan het zien? Nou, aan dat de LLG shopdag zo leuk was. Dus daar heb je het aan verdiend. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, die is leuk. Oh, van Jippe Janneke. Van Jippe Janneke. Hoe heet die ook alweer? Hoe heet die hond nou? Hij heeft een naam. Oh, ik weet het niet. Je hebt ook een... staat hier niet op. Heet hij geen Flappy of zo? Nee. Jongens, hoe heet deze naam? Ja, dat gaan we even googlen zo meteen. Ja. Oh, deze heeft een naam. Oh, heel leuk. Oh, die is echt superleuk. Daar zijn wij mee opgegroeid natuurlijk. Ja, dat is echt old school. Dus die hoort erbij. Ah, superleuk. Die is echt jullie wel. Echt de andere meiden. Ik ben dus nu onderweg, naar Magda. Want we wilden eigenlijk weer van die clip-in extensions. Gewoon uitproberen in een andere kleur. En ze had één bepaalde kleur niet meer op voorraad. Maar nu zei Diana, van ja, maar die kleur is echt helemaal niks. Voor Willemijn, zei ze, en voor jou die ene eigenlijk niet. Je kan beter die 2 andere kleuren hebben. Dus toen heb ik zelf een Magda gebeld, dus die op voorraad heeft. En dat heeft ze. Ik heb nu dus 4 kleuren meegenomen. Gaan we even kijken. Magda heeft toch chocolate brown meegegeven. Die is wel veel warmer. En dark brown. En die is behoorlijk donker. Op de verkeerde kant. En voor Willemijn heeft ze sun-kissed brown. Die is wat meer beige. En dan heeft ze ook nog chestnut brown. Ik gok toch dat chestnut... Dat gaat even Diana is er wel echt heel erg goed kijken op hoor. Want als ik nu die kleuren bij elkaar zie, dan weet ik denk ik wel zeker dat inderdaad dark brown bij mij veel mooier is. En dat bij Willemijn chestnut brown mooier is. Ik ben heel benieuwd. Dus onverwacht gaan we nu toch voor de clip-in extensions. Cool! Willemijn gaat dus voor de chestnut brown en ik ga voor de dark brown. Geen idee waar die nu is, maar oh, daar is die bij Diana. Kijk. Zo op camera lijkt het bijna wel zwart, maar het is het echt niet, dus no worries. We zitten allebei in de voorpigmentatie. En Diana, je moet me verbeteren als ik het niet goed zeg, maar dat is dus zodat de kleur wat langer houdt. En dat Martine, die heel licht is en die nu vrij donker gaat, niet groen uit gaat slaan. Klopt dat? Klopt dat? Soort van. Pro. Maar ook zodat het, omdat Martine is ontzettend licht en we gaan haar best wel heel erg donker maken. En we willen natuurlijk wel dat die kleur echt heel intens wordt en ook een langere houdbaarheid heeft. En daarom gaan we voorpigmenteren. Goed dat die voorbereid op een donkere kleur. Ja. En jij kan vast langzaam wennen aan een donkere kleur. Oeh, Tien wordt weer donker. Ja jongens, het klinkt donker. Nou, mijn haar zit in de verf en ik ga nu mijn nagels laten doen bij Sonja. Dat is echt super tof, want dat is gewoon handig dat je daar gewoon gelijk je nagels kan doen natuurlijk. En ik moet nog een kleurtje uitzoeken volgens mij, hè, op dit...
irritant. Oeh, dat is wel lastig, zeg. Ik vind denk ik deze wel heel erg mooi. Goed. Die neem ik. Dankjewel, Sonja. Even onder de droogkap. En dan gaan we knippen. Het is trouwens best wel donker. Ik ben heel benieuwd. Het is wel echt een hele erge verandering. En omdat het nog steeds wel een beetje zomer is, ik was wel heel erg klaar met het hele blonde. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe het er straks uitziet. Zo lief van Diana. Heb ik wel lekker wat drinken gekregen en een gevulde koek. Oh, trouwens, en dit zijn mijn nagels. Sorry, ik stik bijna. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Gewoon heel mooi glanzend. Zo'n mooie steenkleur. Ik denk een beetje aan Mac Stone, vandaar. Echt prachtig. Ook heel fijn, heel mooi gevuild. Echt super geweldig, want ik wou mijn nagels juist nog gaan lakken. Maar ik had helemaal geen zin erin. En toen kregen we dit, zeg maar. Diana heeft toen geregeld dat Sonja onze nagels zou doen. Dat is echt super, super cool. Ik denk nog wel eens na over hele mooie acrylnagels of zo. En het is wel mooi dat je dat bij Sonja ook kan doen. Ze werkt dus niet met OPI, maar wel met een ander merk. En dat is ook veel minder duur. Het is zeg maar 15 euro en het blijft ongeveer 2 weken zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Martine wordt gefeund en ik zal hem even goed scherp stellen. Namelijk op het haar. Het is een hele mooie... Nou, het lijkt hier... Nou ja, het is altijd met het licht lastig, maar heel mooi. Zo, mijn haar is gedaan. Het heeft echt van nature nu een hele mooie kleur. Dus ik hoef dan niet altijd zeg maar de clip-in extensions in als ik een hele mooie kleur wil. Ik ben echt super blij met mijn kleur. Dat zul je later nog wel even goed zien. Maar Diana gaat nu even de extensions erin klippen. En dan gaat ze snijden. Dus ik ben heel benieuwd. Jaren geleden jongens dat ik bruin lang haar had, maar I'm back. Zo, ik ben inmiddels ook helemaal gekleurd. En ook mijn extensions gaan er inmiddels in. Het is alweer eind van de dag, jongens. Ik heb een hoofdmassage gehad van Daniela terwijl ze me uitspoelde. Dus ik ben eigenlijk een beetje zo van de wereld. Ik kom net weer terug. Dus ja, ik ben een beetje slaperig nog. Maar de extensions gaan erin. Ik ben heel benieuwd. De wenkbrauwen zijn een beetje rood, sorry daarvoor. Want ze zijn net helemaal mooi geëpileerd door Daniela. Ik wil zeggen Diana, door Daniela. Dat vind ik wel heel erg relaxed gewoon bij Diana. Zeg maar gewoon haar hele salon, bio-hairstyling. Je kan daar alles laten doen. Dus wimper extensions, je haar natuurlijk laten knippen. Maar Daniela is ook schoonheidsspecialiste. En Sonja die doet nu dus ook nagels. En dat vind ik wel echt heel leuk. Gewoon zo'n concept, gewoon alles in één. En ze heeft dus nu ook mijn wenkbrauwen geverfd. Ik had het nog nooit gehad. Maar het lijkt hier veel roder dan op camera. Op een of andere manier balen. Want het is eigenlijk gewoon heel erg een natuurlijke tint. Dus het lijkt heel rood, maar het is eigenlijk echt meer... deze kleur. Ik snap nooit hoe dat kan. En ik ben dus wat roder van het epileren. Maar zij kan echt zo goed epileren dat ik echt weer dagen er tegenaan kan. En echt super glad highlighten kan aanbrengen. Dat is echt een verschil. En ik zei het ook in de vlogcamera. We zijn altijd super blij als Danielle onze wenkbrauwen even doet. Want dat is hemels, hè meid? De beste van heel Friesland en Groningen bij elkaar. Oh man, dat is echt zo heerlijk. Als je bij Diana bent, maak ook een afspraak bij Danielle, zou ik zeggen. Zo jongens, dit is vooral voor die hiernaast mij echt een extreme makeover. Nou, heel mooi lang geworden en donker. En donker. Nou. En ik heb eigenlijk een beetje dezelfde kleur. Het valt hier een beetje in het niet het licht. Dus we gaan nog even selfies plaatsen. Dan zien jullie beter de kleur. Dus als je al een sneak peek hebt, of nou ja, ik wou zeggen, jullie zien die video pas later natuurlijk, maar volg even Bio Hairstyling op Instagram, want die plaatst wat hele leuke foto's van voor en na, dus kijk er ook eventjes op. Nou, en Diana natuurlijk heel erg bedankt voor onze wenkbrauwen. Ik ben echt super blij Daniela, weer mee. Daniela, wat doe jij? Ja, wat zei ik dan? Diana. Diana. Nee, nou dat, dat is Diana. Indirect, bedankt Daniela. Voor Diana. Daniela, bedankt voor de wenkbrauwen en voor de nagels. Sonja. Dankjewel, die zijn ook weer helemaal mooi. Dus wij kunnen er weer tegenaan. Nou, we zijn weer helemaal geprept, we gaan zo naar een feest. En Diana, tot de volgende keer. Ja. Dankjewel weer. Doei. Doei! Doei!